Hi, mijn naam is Loes en samen met Wietske neem ik je vandaag in 5 minuten mee in de wereld van Diabetes Plus. Diabetes Plus, een initiatief dat 100% patiëntgedreven is en zich voor 100% richt op type 1 diabetes. Dat is wat Diabetes Plus uniek maakt, opgericht door type 1'ers zelf. Wij richten ons op educatie, op peer-to-peer communicatie en komen op voor iedereen met type 1 diabetes. In deze video laten we zien wat jij als zorgverlener zo al kan vinden op onze website. En we gaan beginnen met een kleine video, want Academy is een groot onderdeel van onze website en daar vind je onder andere video's zoals deze. Hoe ziet jouw behandelteam eruit? Wie zit er daar allemaal in? Mijn internist en mijn diabetesverpleegkundige. En daar heb ik ook nog een diëtiste. Ik laat ook mijn voeten controleren. Het is even zo alles aflopen, tik, tik, tik. En dan sta ik weer buiten, maar dat is prima. Ik vind het al belangrijk dat ze er zijn en ik vind het ook belangrijk om er naartoe te gaan. Ik hoef niet zielig gevonden te worden, maar een goed behandelteam is door samen te gaan kijken hoe je het kan verbeteren. En dan neem ik jullie meteen ook mee in de website. Die ziet er zo uit. En als je dan hier naar Academy gaat, dan zie je de basis van onze Academy. Die bestaat uit allemaal video's. Wat je net zag was een korte teaser. De meeste video's duren tussen de 3 en 5 minuten. Onderverdeeld in allerlei belangrijke onderwerpen. En als je dan weer verder klikt op die video's, zie je daaronder ook weer meer informatie. Want het blijft niet alleen bij de video's waarin mensen met type 1 over een bepaald thema praten, maar we verwijzen ook door naar informatie die er al is. Zoals bijvoorbeeld pagina's van de JDRF, de DVN of hier de suikermama's in dit voorbeeld over zwangerschap. En wat ook een hele mooie pagina is om naar door te verwijzen aan je patiënten is deze. 13 diabetesbegrippen in duidelijke taal vind je ook in de Academy. En dit zijn 13 korte audiofragmenten waarin Wietske in gesprek gaat met Henk-Jan Aanstoot. En hij eigenlijk heel kort en duidelijk uitlegt wat deze begrippen nou inhouden. Wat zijn hypo's en hypo's? Wat is het HbA1c en TIR? Wat is en wat doet insuline nou eigenlijk? Ook weer korte audiofragmenten tussen de 3 en 8 minuten. Die heel erg makkelijk deelbaar zijn en heel veel toegevoegde waarde kunnen leveren. Absoluut, zeker de moeite waard. Want we vertellen natuurlijk, jullie vertellen veel in de spreekkamer. Maar het gaat erom dat de type 1er thuis ook al die informatie die jullie geven nog een keer terug kunnen luisteren. Aanrader, dus die Academy van ons. Maar daarnaast hebben we ook PomBuddy. Met PomBuddy geven we mensen die op zoek zijn naar een nieuwe insulinepomp de kans om in gesprek te raken met ervaren gebruikers. En deze gebruikers hebben natuurlijk allemaal eerst een training van Diabetes Plus gekregen. Want ze zullen nooit en mogen nooit medische adviezen geven. Want die liggen volledig bij jullie. Maar mag je na 4 jaar, zoals het hier in Nederland is geregeld, een nieuwe pomp, een nieuw systeem uitzoeken, kan je natuurlijk heel veel technische informatie al vinden op internet. Maar hoe fijn is het om als type 1er in gesprek te kunnen gaan met iemand die het systeem al gebruikt. Daar is dus PomBuddy voor. Mensen met type 1 die hun eigen ervaringen delen met het systeem dat zij gebruiken. Heb jij dus een type 1er voor je in de spreekkamer die op zoek mag en kan naar een nieuw systeem en die wil weten hoe daar nou mee te leven en hoe het is, wijs ze vooral op PomBuddy. Op PomBuddy, excuus. En zij kunnen heel goed hun eigen ervaringen delen. Yes, en naast PomBuddy vind je nog veel meer op de website. Zoals bijvoorbeeld de kalender waar we alle activiteiten rondom type 1 diabetes delen. Niet alleen die van onszelf, maar ook van andere partijen zoals je hier ziet. Ook goed om naar door te verwijzen. En bijvoorbeeld ook een boekenlijst. Alle boeken over type 1 diabetes handig op een rij. Ook nog onderverdeeld in diverse categorieën. En ook dat is zeer fijn om je patiënt naar door te verwijzen. En wat wij vooral terugkrijgen vanuit de mensen met type 1 diabetes, maar ook vanuit de zorgprofessionals, is de erkenning en de herkenning die mensen vinden op de website. We hebben ook nog hele mooie verhalen van mensen met type 1 en hun ouders of hun partners die we delen. Dus ga er een keer
rustig doorheen. En we horen dus ook al van zorgprofessionals terug dat het hen echt helpt om betere zorg aan de patiënt te leveren. En dat is waar we het voor doen, omdat het allemaal bijdraagt aan onze missie. En die is om een betere kwaliteit van leven te realiseren voor mensen met type 1 diabetes. En zo is het, Loes. Check dus vooral onze website www.diabetesplus.nl en neem vooral voor vragen, suggesties of opmerkingen contact met ons op. Mail ons op info@diabetesplus.nl en volg ons op onze socials. We hopen dat je na het zien van deze video net zo enthousiast bent geworden over Diabetes Plus als wij dat zijn en al vele mensen met type 1 diabetes ook zijn. Dankjewel.